die zojuist haar sprong heeft uitgevoerd. De Britse Whelan, en die staat op dit moment zevende in het klassement. Dus doet het goed mee. Kijk eens, prachtige landing. Hoog geland. En het is moeilijk bij deze sprong. Kijk, het is een anderhalve draaiende lengteas. Moeilijk omdat je je landing niet ziet. Voeten wel wat ver uit elkaar. Daar zal ze wel weer aftrek voor krijgen. Maar toch. Hé, hey, kijk, daar zien we onze Nederlandse. Die begeleidt eigenlijk ook een beetje onze Celine Vergener. Victoria Komova, 14.683. Ja, dan komt ze op 45.016. En dan blijft ze toch in de, zeg maar, in de lijn om naar de 60 punten toe te gaan. Maar dit was wel weer een wat lagere score als dat ze zou kunnen. Want ze kan ook hier boven de 15 punten turnen. Maar ja, we hebben wat foutjes gezien. En dan is het terecht gewoon dat de jury daar punten voor aftrekt. Dat is fair. Fair play. Maar Komova is redelijk ontspannen. En die heeft in ieder geval een belangrijk toestel weer gehad. Dan krijgen we de Chinezen. Staat nu voor de Eversbalk. De opsprong. Oh, 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 ja, ze miste met de rechtervoet de balk. Dat is jammer. Kwang Shouchuang. Ze staat derde. Ze stond derde, kan ik nu al gelijk zeggen. Want dit is dus een vol punt aftrek. Maar ze heeft zich snel weer herpakt. En ook zij probeert de schade te beperken. En dat is ook verstandig. Dat typeert de echte wedstrijdturnster. Altijd doorgaan. Niet aan het verleden denken. Alleen aan wat nu voor je ligt. En ook niet te ver vooruit denken. Alleen aan het volgende element. En dat is voor haar dus nu. Kijk, deze wisselspagaatsprong met het hoofd in de nek. Een moeilijk element. Pirouette gaat nu komen. Een enkele. Vrij eenvoudig. Maar het is een samenstellingseis. Als je het niet doet, krijg je een half punt aftrek. In de D-score. Afsprong. Dubbelsalto gehoekt. En ze landt heel stabiel. Wel diep door de knieën heen. Maar goed, dat was in dit geval nodig. Het was een goede aanpassing. Maar ja, wel een punt. Hè? Een punt is ze kwijt. En ze stond dus derde. Achter de Russin Komova. En achter haar landgenote Yao. En ja, vorig jaar in Rotterdam vierde, dus wil natuurlijk graag een medaille hebben. Hier zien we haar fout. Ze kwam wel met de linkervoet op de balk, maar niet met de rechtervoet. Ja, en dat scheelt natuurlijk maar heel weinig dan. Ze hoeft maar een paar centimeter af te wijken. En dan mis je gewoon de balk. Maar ja, dat is dan ook de uitdaging van dit toestel. Het houden van de balans. En voor de rest was het natuurlijk een hele fraaie oefening. 19 jaar is deze Kwang Shouchuang. En Kwang is dan haar familienaam. Je schrijft Huang en je spreekt volgens nou ja, degene die ik het heb laten vertalen als Kwang uit. Vloer, die gaan we daar te zien krijgen. Ah, Vanessa Ferrari. Die kennen we natuurlijk in Nederland heel goed. Van de Europese kampioenschappen nog. In het verleden werd ze Europees kampioen. Ze is ook wereldkampioen geweest in 2006. En wanneer was ze Europees kampioen? Ferrari in de meerkamp, de individuele meerkamp. Ja, dat was dus in Amsterdam in 2007. 4 jaar geleden. Tjo, zeg hij. Dubbel salto, dubbele schroef. Wauw. Die heeft de afgelopen jaren een moeilijke periode gehad. Dat de hormonen vrij spel hadden met haar lichaam. En daar is ze nu doorheen. Want kijk maar eens eventjes wat hij hier laat zien. Ze blijft natuurlijk klein. Of eigenlijk moet ik zeggen kort. Want ze is groot in de daden.
deze Vanessa Ferrari. 21 jaar inmiddels. Hier de spagaatsprong met een hele draai om de lengteas. Anderhalve schroef, hele schroef. Ja, zij had 5 jaar geleden haar moment dat alles in harmonie was. Haar turnen met haar lichaam in 2006. En dat was dus in Aarhus in Denemarken, waar zij de individuele titel pakte van het wereldkampioenschap. En ze staat op dit moment 8e in het klassement. Arabier dubbelsalto gehoekt. Ja hoor, een prima optreden van de 20-jarige Italiaanse Vanessa Ferrari. Ik zei net 21, ze wordt volgende maand in november, op 10 november wordt ze 21. Dus laten we het dan maar op 21 houden. Woont en traint in Brescia. En hier zien we dat begin. Kijk, dat is knap hoor. Een dubbel salto met een dubbele schroef. Ja, dan moet je wel power in je benen hebben. En ze landt ook mooi hoog. Hè. De knieinvering is heel hoog. Dus dat zijn eigenlijk de schokdempers van het lichaam. En die moeten ook niet diep doorheen gaan, want dan kom je in de veren. En die moet je eigenlijk nooit gebruiken. De schokdempers moeten het opvangen. Dus de knieën zijn hier de schokdempers. En hoe minder je knieën buigt bij de landing, hoe beter het is. Ook fysiek. Goed, de Chinezen scoorde op de balk met die puntaftrek 13.633 en komt dan op 43.332. En ze staat dan even tweede, maar dat zal niet lang zijn. Want ze heeft nu al een achterstand op Komova van de Russin van 1.70. Anna Poikras. Haar derde toestel is sprong. Yurchenko met een enkele schroef. Ik zeg dat even met nadruk, want de andere turns deden een hele schroef. En de enkele schroef is natuurlijk minder waard dan 5.8. Dat is duidelijk. Dat is ook minder moeilijk. Dat is 5 punten. Dat zien we daar achter in beeld. Maar ze doet het wel heel fraai. Prima landing. Ja, en wellicht heeft zij de groei net achter de rug. En dat heeft kracht gekost. Fysieke kracht die ze weer moet terugwinnen. Om bijvoorbeeld daar toch weer een dubbele schroef van te maken. Ja, die fase moet je doorheen en ik hoop dat dat heel goed gaat. Dat is haar tot nu toe heel erg goed gelukt. Want ze ontwikkelt zich nu als een hele fraaie, elegante turnster. En scoort hier voor sprong 14.10. En dat is dus van de 15 punten maximaal haalbaar, is dat een mooie score. Ferrari voor vloer 14,5 punt. Dan komt op 42.799. En is daar blij mee. Gaat mogelijk stijgen in het klassement. Afanasieva, de tweede Russin. Ja, ook zij een twistsalto, maar oh wee. Vol punt aftrek. En ook hier niet helemaal zeker. Dat is knap. De spagaatsprong met een hele draai. Dat heeft Celine Vergerne nu ook in haar programma. Mooi, geheven been. Afsprong nog. Dubbel salto. Ook diep door de knieën. Nee.
Afanasjeva gaat naar mijn gevoel geen rol meer spelen van betekenis in deze finale. Vooral door deze fout van een volpunt wordt ze toch nagenoeg kansloos voor een medaille. Hier ging het mis. Kijk, ze zat met haar lichaamszwaartepunt gewoon echt naast de balk. Dus niet boven de voeten. De voeten stonden wel goed op de balk. Maar als je centraal lichaamszwaartepunt er niet boven zit, ja, dan gaat het toch af. Dan is dat niet meer te houden. Ik kan u wel zeggen dat Serine van Gerner op sprong 13.700 heeft gescoord. Dus een prima score heeft neergezet en nu op 41.099 staat. Met nog één toestel te gaan. En dat is voor haar dus de brug met ongelijke liggers. Van Gerner ligt dus helemaal op schema. Kijk, hier krijgen we die sprong te zien. De regie heeft besloten om het alsnog te tonen. En hier zien we het, Yurchenko met een hele draaiende lengteas. De sprong is maximaal waard, dus 15 punten. Onze Serine van Gerner. Onze nationale trots. Die hier weer in een grote finale staat. Gecoacht door Gerben Wiersma. Kijk, hier zien we het achterwaarts op de Pegasus komen. Lichaam is niet helemaal gestrekt. En ook de landing maakt ze dus een pas. Dus dat zijn de, ja, de aspecten waar de jury aftrek voor gaat geven. En dat wordt dan dus uiteindelijk de score van 13.700. En dat zien we hier dan in beeld. Of ze gaat stijgen in het klassement. Ja, ze staat nu even 12e, maar de ronde is nog niet klaar. We hebben nog turnsters op de balk, dus ze zal die 12e positie zeker niet vasthouden. Vorig jaar werd ze dus 19e in de meerkampfinale. En hier zien we de tussenstand met Victoria Komova nog met een ruime voorsprong op kop. Ferrari is gestegen naar de vijfde plek en de Engelse, de Britse, Whelan staat nu vierde. En dit is Yao Jianan, de Chinese. Staat nu met 29.899, dat is haar tussenscore. En staat op de tweede plek achter Komova na twee toestellen. En heeft een achterstand van ongeveer 4500ste van een punt, dus 0.45 op Komova. En we hebben Komova zien turnen, maar ook met fijne foutjes. Dus, wie weet. Als Yao hier echt zonder balansverstoringen kan turnen.